Dan moestuinvrienden, welkom op een nieuwe aflevering van Tom's Moestuin. We zijn eind maart en het is super mooi weer en het is een super dag om in de moestuin te werken. Ik sta hier op mijn moestuinbed waar ik wortelgewassen ga kweken. Ik ga eerst de grond verbeteren, enerzijds met kokosgrond, met een beetje lavagruis en ook een klein beetje meststoffen. Heel weinig meststoffen geven aan wortelgewassen, want we eten de groenten voor de wortel, niet voor het loof. Dus het heeft geen zin dat ze heel veel blaadjes aanmaken. Vandaag ga ik zaaien pastinaak. De witte, heerlijke wortel met de aardse smaak. Dan heb ik ook de rode bieten. Ik ga ook schorseneren kweken, dat is zeer lekker. En ik heb ook wortelen op Silent. Dat zorgt ervoor dat ik later niet moet uitdennen. Ik ga beginnen met de grondvoorbereiding en ik ga mijn grond eerst goed diep bewerken. Zo moestuinvrienden, ik heb mijn grondvoorbereiding gedaan. Ik heb met een woelvork mijn grond omgewoeld. Daarna heb ik er lavagruis op gedaan. Heb ik er 500 gram lavagruis per vierkante meter gedaan. Ik heb 100 gram mestkorrels, universele mestkorrels, voor de moestuin in de grond gedaan. Hier stonden vorig jaar vruchtgewassen en de grond. Er stonden pompoenen, zoete aardappel en nog een aantal andere gewassen. En de grond is waarschijnlijk heel uitgeput. Dus ik heb het minimum aan organische mestkorrels voor moestuin gebruikt. Een 100 gram per vierkante meter. En ik heb ook de kokosgrond verspreid op de grond. En ik moet toegeven, ik heb nog eens met de woelvork over het bed gegaan om zeker te zijn dat er een goede mix is tussen kokosgrond en mijn gewone tuinaarde. Ik ga nu beginnen met mijn wortelgewassen voor te zaaien. Ik ga gleufjes maken en ik ga beginnen met de wortelen op Silent. Zo moesten vrienden. Ik ben een gultje aan het maken. Ik ga een viertal meter wortelen op Silent gaan kweken. De grondvoorbereiding, zoals je kunt zien, is het grootste werk. Het zaaien, dat is het leukste werk. Zo, ik denk dat ik nu tot aan deze paal een viertal meter wortelen heb. En dan gaan we het Silent aanbrengen en afknippen, toedekkend water geven en klaar is Kees.
en vrienden. De wortels zitten in de grond. Ze kunnen beginnen groeien. Ik heb uiteindelijk maar 2,5 meter gebruikt van het Silent. Dus je hebt drie stukken van 2,5 meter. En voor een zomerteelt is dat wel voldoende. Ik zal waarschijnlijk nog een vervolgteelt doen binnen 2 maanden. Zodanig dat we niet alle wortels ineens krijgen. Ik ga nu pastinaken zaaien. Dat is de Guernsey. Dit is het zaad van pastinaak. Ik kan ook eens tonen hoe het eruit ziet. Het zijn precies kleine vlindertjes. En die gaan we per 2 zaaien. Als je per ongeluk eentje te veel laat vallen, is het niet erg. Om de 20 centimeter, dus ik begin 10 centimeter van de boord. Dit waren er 3 bijvoorbeeld. Helemaal niet erg. We gaan die ook nog uitdunnen. En dan nemen we om de 20 centimeter 2 of 3 zaadjes. Zo moesten vrienden. Een derde rijtje wordt de rode biet. Die mag ook 35 centimeter uit elkaar. En rode bietzaden, dat is de kogel 2. Het zijn ronde bieten. Sommige mensen hebben liever langwerpige bieten. De cilindra bijvoorbeeld. Of Egyptische platronde. Maar ik gebruik de gewone ronde, de kogels. En het zaad, dat zijn eigenlijk kleine clustertjes. Daar kunnen meerdere planten uitkomen. En ik ga ze om de 10 centimeter zaaien. Ik ga ze ietsje dunner zaaien, maar weet dat ik ze dan later op 10 centimeter ga uitdunnen. We hebben wortelen, pastinaak en rode biet en we gaan eindigen met ook een gewas dat graag goed losgemaakte grond heeft. Mensen met de zandgrond zijn hier een beetje in het voordeel en dat is de schorseneer. De variëteit is de duplex en de zaden, moet je echt eens naar kijken, zijn heel raar. Het zijn precies kleine bamboestokjes. Zo, en die gaan we planten per 2 om de 10 centimeter of toch later gaan we ze uitdunnen om de 10 centimeter. Zo moesten vrienden.
4 wortelgewassen zitten in de grond. We hoeven nu eventjes niet meer te doen. Ik heb een zandgrond, dus ik moet ervoor zorgen dat ik voldoende water geef. Want mijn grond zal heel snel uitdrogen. Maar ik zal om de 2 dagen eens voorbij komen met de gieter. En eens dat ze gekiemd zijn, hoef je niet zoveel water mee te geven. Dan weet je dat de worteltjes recht naar beneden zijn op zoek naar water. En aangezien dat we wortelgewassen kweken, willen we natuurlijk lange wortels die op zoek zijn naar water. Ik ga jullie de volgende keer dit pad tonen binnen een paar weken als alles gekiemd is. En ik moet beginnen denken aan uitdunnen. Tot de volgende keer. Bedankt voor nu te kijken. Bye.